Zo, met de BR111. One of your workmates is stranded with his train at Immendingen. Your task is it head up to the stranded train, couple it to your locomotive and hold the train back to Villingen. Good luck! Nou, dank u denk ik. We hebben dus alleen de BR111, maar hij is voor mij nog niet opgestart, dus dat moeten we nog wel even doen. Lag. Waar beginnen we ook mee? Volgens mij de batterij. Heeft hij die? Nee, die heeft hij niet. Pantograaf? Nou, die heeft hij wel. Ga omhoog dan! Hè? Dank u. Maar we moeten 8 hebben. En die moet uit. Dank u. Hoopscharten. Eens even kijken, waar zitten hoopscharten? Nee. Hoopscharten. Nou ja. Hoppakee, hoopscharten. Zo, die zit ook even aan. Goed, blazen met het ding. Even kijken hoe het geluid zit. Mijn stem komt boven het geluid uit, dat is goed. Daar kunnen jullie mee horen namelijk. Even kijken of dat ding alweer normaal kan doen. Die kan ik jou nog... Nee, die is gewoon getript. Nou, dan kan ik dat wel eens goed vergeten, denk ik. Dan maar niet. Wel kan ik even proberen om de map er weer voor te halen. Dan moet namelijk die weg. Zo, dat kan nu wel volgens mij. En dan doen we de frontzijne. PCB. Nou, Siva laat ik even achterwege, want dat ding werkt niet, mijn pedaal helaas. Er staat nou een of andere handrem erop of zo? Waarom rij je niet? Dat is beter. Taxi! Nou, maximaal 25 km per uur uitrijden. Ja, de reverse was ik vergeten inderdaad. Correct! Een beetje veel lag hier, of niet? 20 frames, dat is niet veel. Maar goed, we moeten even een collega ophalen die dus problemen heeft. Die heeft dus pech. Thijs, wat ik de mooiste trein vind van de Deutsche Bahn. De BR-103. Oh, remmen. Oh, niet remmen. Oké, dan niet remmen. Zolang die trein daar maar blijft wachten, vind ik alles goed. Het is even hier, daar denk je het zelf. Zo, even optrekken naar 40 nu. Dikke cargo trein gaan we nog voorbij. Jij hebt de lijk besteld, dat is niet netjes. Ja, ja, ICE4, aha. Iedereen en ik helemaal fan zijn van de ICE4. Oh, de goede trein gaat er ook vandoor, hoor ik. Goed, dan gaan wij op weg naar onze collega die momenteel met pech ergens staat. De beelden in een van Q. Oh, wat een mooie trein. Ja, nee. Dat is echt geen mooie trein. Nou, dan scheuren we dan met zo'n eenzaam treintje. Kijk, een schakelap inzetten. Ik heb chips. Oh, lekker. Moederziel alleen treintje. Oh wacht.
Daar moet je een drive-by doen op het perron. Ja, dat is pas mooi. Sta je perron, zie je in zo'n moederziel treintjes hier voorbij komen. Nieuw. Zo. Nieuw. Oh, bijzonder. Straks uitschakelen, want we gaan volgens mij hier de bult af. Lijkt erop. Yep. Ja, dat geluid inderdaad, ja. They see me rolling, they hating. Ja, en nu zou die trein maar op zich wel heel goed kloppen natuurlijk. Want hij volgt de achterkant van de trein en dat zijn, ja, wij. Dat wou ik eigenlijk niet. Ja, met deze route haal je wel iets van 30 à 40 fps. Dat is op zich niet heel erg veel, maar... We moeten er maar eventjes mee doen. Zingen van de spoor is het ook... Ja, dat klopt. Maar bij Chris heeft dat het laatste ook heel erg veel bij zijn trein zitten. Dat in zijn trein het zingen van de spoor. Dat vind ik echt heel mooi. Ook hier heel goed gebruik gemaakt van verkanting natuurlijk. Heeft hij nou een... Ja, zeker dat hij dat heeft, maar... We kunnen hem alleen niet gebruiken, de koersbonen, dat, ja, dat zou op zich hier niks mee kunnen doen eigenlijk. Inderdaad, misschien dat weet of Wouter gestopt is met YouTube. Is Wouter gestopt met YouTube? Hoezo dan? Eens even naar boven scrollen dan. Ik weet niet. Ik weet wel dat Wouter is wel volgens mij druk met werk. Dus misschien dat hij zich heel erg veel wil focussen op zijn werk. Dus dat zou kunnen. Dat hij gewoon heel veel met werk doet en zo. Dus het zou kunnen inderdaad dat je wat minder updates van hem krijgt. Dat hij gewoon te druk is met werk om nog YouTube video's te kunnen maken. Ik heb geen idee. Nou, nu kun je de trein hier prima laten uitrollen. Het is wel hier PCB bevestigen trouwens. Er ligt een magneet naast die bodem, dus dan moet je wel bevestigen. Zo, we moeten even onder de 85 km per uur rijden. Er komt nog een dikke cargo trein ons voorbij. Dat mooie geluid ook, echt waar. Ze hebben zo goed voor elkaar met die wagons, echt waar. Oh ja, alleen maar virtual railroads, hè? Dat is inderdaad zo. Is goed, Entertainment Show. Leuk dat je er was. En tot de volgende keer, zou ik zeggen, hè? Hier moeten we wel even goed op blijven letten. Vooral in Duitsland zitten we van die hele vervelende stukjes overal.
Maar ja, inderdaad, wel jammer dat Virtual Railroads niet echt van zijn, ja, wat meer van die meerdere keuze heeft, bijvoorbeeld steden om op die koersborden te zetten. Dat was wel fijn geweest, inderdaad. Is goed, Marvin. Eet smakelijk en leuk dat je aanwezig was. En tot de volgende keer, zou ik zeggen, hè? Oh, we komen nu bij een druk stukje, zo te zien. We gaan midden door een stad heen. Nou, even op één zetten dat ding, dank u wel. De 146 heeft er een hoop. Dat zal best. Zo, even weer tractie geven nu, mogen naar 140. Ja, zeker. Altijd de eerste zondag van de maand. Eens even kijken welke datum trouwens is. Volgende, wat de volgende zondag is eigenlijk. Even kijken in mijn agenda. Dan is het de 6e. Ja, zover ik weet wel. Is dan gewoon livestream. Wie gaat allemaal weg? Ik kan niet meer bijhouden. Oh. Nou, we kunnen al een klein beetje tractie weer erbij geven. Anders verliezen we namelijk meer sneller dan we maken. Ja, klopt. Het is vandaag de tweede zondag, maar dat komt omdat wij gisteren hadden wij, vorige week hadden we die treinpuntmeeting. Dus daarom ging de livestream toen niet door. Stikbom, bedankt voor de host. Want even kijken, waar moeten wij dan? De trein moeten we naar Villingen inbrengen, ja? Oh, nou. Driemaal raden, daar komen we zeker net vandaan. Waar ligt Villingen ook alweer? Yep. Daar komen we net vandaan. Dan mogen we lekker weer terug naartoe. Maar we mogen wel een keer doorgaan trouwens. De rit gaat lekker vlot. Ja, ik zie 160 km per uur. Nee, we mogen 140 bed. Helaas geen 160. Maar we mogen zometeen wel in één keer doorrijden naar Villingen heen, dus op zich geen probleem. Maar het is hier wel een flink stuk rijden, dat wel. Nog 12 kilometer voordat we bij de andere trein zijn. Dus even kijken hoe laat het eigenlijk momenteel is. Ik denk dat we na de scenario ook gewoon klaar zijn. Want ik merk dat ik namelijk meer last van mijn stem krijg. Dus ik denk dat ik het na de scenario gewoon eventjes laat voor wat het is. Voordat mijn stem nog verder vervelend gaat doen natuurlijk. Dat doet mij aan de buslijn tussen Heerhugowaard en Alkmaar denken. Eén van die buslijnen zag ik afgelopen vrijdag twee bussen achter elkaar. Nou, zo'n goede dag heen. Maakt niet uit hoor, Bert. Is helemaal niet erg.
15 minuten vertraging. Jeetje, Mina, dan heb je echt wel pech. Er komt nog een cargo trein aan. Ik zie door de week wel veel brievenbussen. Ben je dan een of andere postbezorger, Gerben? Oh nee, ik ga nou nog niet weg hoor, Ruud. Ik ga pas naar het scenario weg. Dan is het niet erg als je de bus mist. Nee, klopt. Dan komt die andere er gewoon direct weg eraan natuurlijk. Maar wel succes met je boodschappen, Ruud. Ik bezorg door de week inderdaad post. Ah, kijk aan. Is goed, Tom. Geen probleem. Fijne middag nog. En tot de volgende keer uiteraard. Voordat de bussen van elk kwartier rijden, bij mijn Amersfoort ook bijvoorbeeld op zondag elk half uur. Ja, je merkt vaak inderdaad dat op zondag, dan rijden die bussen inderdaad een beetje op een andere dienst. Dan is het meer zo van, dan gaan er gewoon wat minder bussen rijden. Nou, nog 5 kilometer en dan zijn we bij onze trein die pech heeft. En vervolgens moeten we die trein helemaal terugbrengen naar, naar Villingen. Sickbom, als je er een linkje wil plakken, dan moet je het even vragen aan de moderators. Die kunnen je daarbij helpen. Ik wou net vragen hoeveel kilometer je naar... Maar je zei het al. Ja, inderdaad. Nou, we moeten soms even oppassen, want waarschijnlijk staat er een sein voor ons op rood. Gezien een trein op het spoor staat, dus... Ja, zie je wel. We moeten eventjes goed afremmen. Zo, dat hebben we alvast gehad. Je bent pakketbezorger voor één bedrijf, dat is nice. Ik moet even permissie vragen trouwens om nog door het sein heen te gaan zometeen. Maar dat komt wel goed. Wat is een hut? Dat zwarte ding wat ik onderin heb staan. Waar dus alle seinen en dergelijke op kunt zien. Zo. Nu krijgen we de 500 hertz. De 500 hertz krijgen we nu. Zal hij op rood springen, denk ik. Yep. Nu gaan we even permissie vragen aan de treindienstleider. Is approved. Dus nu kunnen wij met delete kunnen wij door rood heen rijden met maximaal 40 km per uur. Ik zal zo meteen even kijken, Rob Jansen.
Zo. Daar zijn we doorheen. Ik zal even kijken op Discord. Even naar hier tappen. Oh, niet nodig. Zo, ik heb geantwoord op Discord, Rob, dan weet je dat. Nu kunnen wij even langzaam naar deze trein heen rijden die pech heeft. En dan kunnen we die terugslepen naar Villingen. Ja, Villingen heet dat. Dus even kijken welke trein daar pech heeft trouwens. Ben ik wel een beetje benieuwd naar. In Alkmaar zijn er maar 2 vaste buslijnen met een 15 minuut 2. Ah, nice. Nou, daar staat ons pechgeval. Even een beetje afremmen. Eerst even de trein even stilzetten trouwens. Voordat ik er meteen tegen ga, bonjour. Oké. Zo, even de rustig tegenaan zetten. Nee, ik zeg niet stoppen. Ik zeg gewoon rustig tegenaan rijden. Dat is wel rustig genoeg, inderdaad. Wat? Ik denk dat dit niet goed gaat. Ik zal even voor de zekerheid een stukje achteruit rijden, want ik... Even kijken. Zo, ik denk dat dit wel goed gaat. Even kijken, kan ik aankoppelen? Nee. Darn it. Heb ik er gesloopt? Nee, heb ik niet. Oké. Nog even een keer goed kijken. Hoe moeilijk kan het zijn om zo'n ding te koppelen eigenlijk, hè? Eigenlijk zou hij al gewoon nu moeten koppelen, maar goed. Nou, koppel. Wat staat hier? Wat is dit nou weer voor een ontzettende introductie? No shit to the other driving cab. En haul the train back to Villingen. Nou, shit. Oké. Dit is een van de meest bijzondere... Ja. Een van de meest bijzondere briefings die ik ooit gekregen heb. Oh, wat de hel. Type op. Nou. Oh, het zit al meteen in de goede cap. Hoe heb je dat van elkaar gekregen dan? Oké. Goed. We gaan nu de andere richting op. Op naar Villingen. Als het goed is ga ik wel de goede kant op, toch? Ja, ik ga de goede kant op. Oké. Okay. Hij heeft wel de pantograaf omhoog staan, wat vrij bijzonder is. Maar goed, even kijken. Hoe zit dit? Dit kan toch nooit goed gaan? Dit zal wel verrekte ongelukkig zitten volgens mij. Nou ja. Oh, wacht. Oh. Ik zit nog onder 500 hertz beïnvloeding. En geen noodrem gekregen. Oké. Okay. Ik reed per ongeluk 25 plus, maar ik heb geen noodrem gekregen op de 500 hertz. Dat vind ik wel vrij bijzonder.
een beetje overbufferd. Ja. Je kunt meteen merken dat je meer power nodig hebt om op gang te komen met de trein. Panto stroomafnemer. Ja. Zoals ik al zei, je hebt echt gewoon veel meer power nodig om nu op gang te komen. Dutch is triggered again. Stroom afnemen! Stroom afnemen, pantograaf, opstel dinges. Wat is met treinschakeling? Goeie vraag. Zo, zeg ik even netjes op 15. Dan maak ik ook niet zo snel vaart meer. Stroomafnemers! Stroompantograaf afnemer. Stroompantelafnemer graaf. Hij zal bij erin zitten, inderdaad. Is goed, Colin. Tot de volgende. Oh nee, wacht, wie gaat weg? Ja, Colin gaat weg. Colin, tot de volgende keer. Bedankt dat je er was. Just a Mystery Games. Ik doe alleen dit scenario nog en dan. Niet meer. Ja, eigenlijk zou die PC achter ons geen tractie mogen geven. Eigenlijk zou dit ding niks mogen doen. Het klinkt wel behoorlijk stil trouwens aan die kant, maar deze zou eigenlijk niks mogen doen. De bekendste en meest gebruikte stroomafnemer is de pantograaf of schaarbeugel. Die hebben we met Sturm opgehaald. Ja, inderdaad, ja, dat klopt. Dat ding was helemaal kapot, inderdaad. Die doet als goed, dat doet helemaal niks. Is goed, Thijs. Tot de volgende keer en bedankt dat je aanwezig was. Dus pantograaf is een soort van stroomafnemer. Goeiedag, hè. Wat een discussie je daar niet over kunt krijgen. Zo, even een flink taxi bijgeven nu. Trams rijden op rails net als treinen. Dus treinen hebben pantografen. Dit is nog niks. Nee, ik was er al bang voor. Er staat gewoon op Wikipedia. Lalalala. Ja, gewoon met een kapotte trein met 140 km per uur. Bam! Gewoon terugrijden. Ik heb de trein zorgvuldig gesloopt, is dat zo, ja? Ja, we weten allemaal wat ermee bedoeld wordt. Of je nou pantograaf of stroomafnemer zegt. We weten allemaal wat ermee bedoeld wordt.
Waarom heb ik toch nog de voorste pantograaf? Verdraaid, ik kan hem ook niet meer wisselen. Ik heb de voorste pantograaf omhoog staan. Misschien kan dat trouwens wel. Zo. Even kijken, kan ik dan gewoon de motor even uitschakelen? Zo. Even kijken, of ik kring kan omwisselen. Ga wisselen! Goed zo! Je weet wat ik bedoel. Zo, hoppatee, zo doen we dat. Even een pantograaf wisselen. Zonder enig probleem. Nu is dat wel de goede omhoog. Wat een rotwoord is het ook. Ja, dat klopt. Een eenbenige panto. Oh, nou. Zo moet hier nog een tegenligger. Alles is toch eenbenig tegenwoordig. Jij zegt het, ik geloof het. Mooie gedennen van cargo er voorbij komt. Geweldig. Die dubbele zie ik alleen nog op oude treinen. Is goed, TS-fan. Bedankt dat je vandaag aanwezig bent geweest. En tot de volgende keer natuurlijk. Ik vind het al heel waar dat ik dit scenario nog heb voltooid. Of voltooid, sorry. Dat ik de helft van het scenario in ieder geval al gehaald heb zonder enige noodremmen te krijgen. Want ik vind het namelijk altijd heel erg irritant als je met. Als je een andere trein moet gaan koppelen. Want je hebt altijd een rood sein tegen. Dan moet je weer op delete drukken om het rode sein te mogen negeren. PCB. Dat is ook een van de redenen waarom ik Siva nou niet heb geactiveerd. Motoren die ook een keer hier voorbij rijden, of motors. Maar desalniettemin hebben we wel heel veel leuke nieuwe followers erbij gekregen aan bij onze community. Ik heb 33 nieuwe e-mails in mijn Gmail, dus misschien hebben we wel een stuk of, ja, we hebben sowieso heel erg veel followers vandaag erbij gekregen en daar ben ik ook heel blij mee. Dus allemaal nog lichaam of er een follower aanwezig is. Ik zat trouwens aan mijn microfoon per ongeluk. Oeps. En nieuwe followers, allemaal natuurlijk van harte welkom. En fijn dat jullie je hebben aangesloten bij deze leuke community. Oh ja, zie je wel. Je hebt gelijk, Bert. Ik had het niet moeten zeggen. Ik heb een botje van 80 gemist. Kak. Daar ga je inderdaad. Crapsels. Je hebt het gejinxed. I jinxed it. Clip incoming. Ja. Shut up. Dank u. Ik moet eerst wachten tot de remmen er vanaf zijn. Je hoort er... Hoe denk ik alweer? Dat de remdruk er weer op zet. Ik word ook gewoon kast weer vergeten. Ga! Dan! Er zit geen rem meer op, joh. Compressor is klaar. Oh ja, compressor. Zo heet dat ding.
compressor. Doe het dan. Doe dan. Niet. Heb je al geprobeerd om hem uit en aan te zetten? Nee, dat heb ik nog niet geprobeerd. Ga ik wel doen trouwens. Oh, de richtingsschakelaar. Ha, ha, ha. Zo, verder. Reverser! Ja, inderdaad, ja. Stomme ding ook elke keer. Weer opschakelen. Nou ja, zo kunnen we wel een stukje laten aan. Hallo, Mighty Nick 007. Ik rijd momenteel in de BR-111 met één kapotte trein aan de achterkant. In de scenario hebben we een kapotte trein opgehaald. En die zit nu achter ons. Een gesimuleerde trein. Ja, zo ongeveer. Volgende keer zal ik wel niks meer zeggen over PCB. Misschien is het ook wel veel beter. Verkanting! Ga weg, struikjes. Ga weg, paal. Zo, ik heb lekker foto's gemaakt. Wat dacht je daarvan? Haha. Heb die link op mijn Facebook gezet van die noodrem. Ah, Bert, wat doe je me aan? Nou, je kunt ook heel mooi zien op die kaart die we nu gebruiken dat we exact hetzelfde punt terugrijden. Struikjes en paal, kom in de trein. En staat op de Rupke Disco. Tuurlijk! Ik moet ook gewoon even weer openbaar vernederd worden, hè, dat ik weer gewoon aan het falen ben. Oh ja, Mark, oké. Okay. Nou, even weer opschakelen. Drie clips van vanmiddag al op Discord. Goeiedag, hé. Die kijk ik straks nog wel eventjes terug. Hé, hey, wat komt daar nou weer aan? Is er weer zo'n 189? Nee joh, zo'n 109. Haha! Die doet het nog wel. Is goed, Mark. Fijne avond, eet smakelijk met je barbecue. Mark, trademark. En tot de volgende keer. Ook niet te snel gaan rijden, hè? Namen confirmed. Je kan een aparte video van maken, dan zal je veel kijkers. Ja, wie weet. Kan inderdaad wel. Dat je gewoon puur die clipjes gaat gebruiken. Wat? Wat? Kun je de ZZA veranderen? Huh? Kaasroer? Regiobaan? Hey! Je kunt die dingen gewoon aanpassen! Oh! Ik dacht, je kunt die dingen gewoon aanpassen. Essen, Siegen, Hagen, Hamburg, Zondervaart. Ja, dit is een Zondervaart. Zondervaart!
Goed om te weten dat je die dingen kunt aanpassen. Ja, veel te horen hoort inderdaad. Zonder vaart. Zugzielangeber. Jawohl, dat hebben ze goed gezegd. Ja, sorry, we stoppen hier niet, meneer. Kun je wel mooi staan wachten daar, maar... In Nederlands buitendienst of geen dienst. Klopt. En erg hebben we dat ook niet. Oeh. Dit is gezellig. Nee, niet doen, Björn. Straks mis je weer iets met de PZB of zo. Maar wel een mooi geluid in hier trouwens. Lekker laag tegen de grond. Zo. Wat is zonder vaart dan wel voor iets? Is het iets te maken met, ja... Naar daar! Dit is niet eerlijk! Waarom? Waar verdien ik dit nou weer aan? Echt? 1 seconde aan de buitenkant? Dat kan niet! Oh. Nein! 1 seconde was dat maar. Goeiedag zeg. Shut up. Shut up. Man. Haal de rem er maar weer vanaf jongens. We gaan naar achter. Nee. We gaan niet naar achter. Hou op en naar achterheen gaan. Ga naar voren. Goed zo. Ja, ik weet niet wat het vandaag is, maar vandaag is het een stuk erger dan... Echt, ik zit gewoon even 2 seconden buiten mijn cabine en kabam. Ik krijg gewoon direct een zwamsbremsoen naar je hassen gesmeten. Ik vraag me ook wel een beetje af wat ik gemist heb eigenlijk. Wat heb ik gemist? Een sein? Ik denk het wel. Ik eis nog een veel. Ik niet. Goeiedag zeg. Wat is dit nou dan? Waarvoor krijg ik deze nou dan weer? Oh. Ja, hou nog maar op. Ja, ga heen jongens, allemaal. Nee, dat was geen rood sein. Dat was echt geen rood sein, dat weet ik echt 100% zeker. Dat was geen rood sein. Waarschijnlijk restrictive monitoring misschien of zo, maar dat was echt geen rood sein. Dat kan niet. Ik eis een revenge. Man. Ja, dat vraag ik me ook af. Oké, nu graag door blijven rijden, AUB. Man. Ja, kom op zeg, als PCB zo vaak afgaat. Normaal gesproken heb ik echt nooit gezeikt met PCB. En nou vliegt hij mij gewoon iets van 3 of 4 keer in een scenario eraf. Hoe dan? Nou, oké. PCB zegt verder niks. Goed.
dan mag gewoon doorrijden nu. We moeten nog 2 kilometer. Hopen dat ik dat kan doen zonder zwamsbramsoen. Goed dan! Ik reed echt 1 milliseconde over dat ding heen. Ik drukte zelfs nog op die knop. En het is nog niet goed. Wat is dit nou weer? Laat maar. Dit is toch onmogelijk. Ik drukte echt op die knop. Dat kan niet. We gaan maar lekker heen met z'n allen. Dat kan gewoon niet. Echt niet. Ja, ik vind hem wel prima. Dat kan gewoon echt niet dit. Echt niet. Ik hoop dat we nog een keer aankomen in Villingen, dames en heren. Ja, nee, ik vind het prima zo. Als dat ding nog 1 keer serieus een PCB noodremming geeft, stel ik dat ding gewoon uit. Mag zien van mij ben ik gewoon lekker uit het raam vliegen of zo, weet ik veel. Echt waar. PZB video. Ja, het lijkt er wel op, hè. De laatste 5 minuten, jongens. Het slaat echt helemaal nergens op dit. Ja, dit is wel heel ernstig, dit inderdaad. Dit is de BR111, jongens. Holy hell, wat was dat nou weer? Nou, dat kan niet. Anders kan hij niet harder dan 45 rijden. Goed zo! Zo moet het inderdaad. Jeetje mina, hij snapt het wel een beetje. Zo moet je PCB inderdaad gebruiken, ja. Ja, Mark, zet maar in Discord neer of zo. En denk als hier in de chat neerzet dat het dan verloren gaat. De 90 niet bevestigd. Jawel, ik drukte juist bij de 90 op dat knopje. Maar goed, kunnen we eindeloos over discussiëren. Het gaat gewoon even niet helemaal goed. We zijn in ieder geval aangekomen in Villingen, na heel wat gezeur en gezeik, zijn we toch aangekomen. Ik drukte te laat, ja, dat zeg ik, eindeloze discussies zijn dat. Goeiedag zeg hé. Nou. Welkom op station Villingen. Na heel veel gedoe zijn we toch aan het einde van het scenario gekomen. Goeiedag, hé.